Namens de hele ploeg van Kerk in Nienhoven wens ik jullie nu een sfeervolle, maar vooral deugddoende concertavond. Afgelopen zaterdag mocht Nienhoven de West-Vlaamse zanger Willem Vermanderen verwelkomen in de kerk van Nienhoven. Willem is uiteraard geen onbekende voor velen onder ons. Je kan hem niet enkel omschrijven als zanger, maar ook als kleinkunstenaar, schrijver, dichter, beeldhouwer, levensfilosoof en zoveel meer. Hij bracht er tijdens deze kerstperiode een beklijvend concert over alles wat hem bezighoudt. Met de opbrengst van het concert wil de kerk de 20 jaar geleden gestolen historische koorlessenaar van 1695 vervangen en bekostigen. Het werd een hartverwarmende avond in deze koude dagen. Je bent geboren om te leven. Het is gratis u gegeven. Met een mondje om te zingen. En een slabbeke godspun, en twee handjes om te grippen, twee kaksjes om in te nippen, een keelgat om te slikken, en een buk om te verdekken. Ik breng me gewoon liedjes en dat kerst, ja. Ik noem eigenlijk mijn concerten in december liefst winterconcert. Hè? Waar dat de Sint Maarten en Sinterklaas tussen zitten. En waar het kerststalletje van Bethlehem en de engeltjes en de herdertjes. Maakt er deel van uit, dat is zo zeggen. En in een kerk, ja, het is een prachtig seizoen. Prachtig, de schoonste maand van het jaar om te zingen. Hè? Mensen hebben behoefte in die donkerste dagen aan een beetje, ja, een beetje opening, een beetje kleur, een beetje muziek, een beetje zang. Ja, allee. En met een boek heb ik ook nodig. Ik had dat vroeger allemaal niet nodig. Ik kende dat allemaal van buiten. Ja, maar ja, dat is de leeftijd. He. Ik had zo'n optreden gedaan en ik had twee keer een coupletje vergeten en dan drie keer hetzelfde gezongen. En er zat een dokter in de zaal en die kwam best de pauze op. Hij zei, wat schilderen we hem? Ik zei, ja, wat schilderen? Ik weet het ook niet. Hij zei, je nog van voor een oorlog? Ik zei, ja. Hij zei, maar, moet niet zoeken. Moet niet zoeken. Dat zijn drie symptomen van de oude dag. Drie symptomen zitten ze. En het eerste, het geheugen verzwakt. Dat is het eerste. Nou, heb je een boek nodig? En het tweede zijn, het tweede, dat is, het tweede, dat was, het derde ben ik ook vergeten. Ja. Goed, allee. En we zijn weg. Tussen Kortrijk en Lauwe, Lance en zijn paard. Mensen, een paard en een kar al wel 100 jaar lang doe dagelijks diezelfde neugenste gang. Lance en zijn paard. Je zegt, is zat. Wat is er om te zien? Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een karre och jere, het is het klappen niet waard. Wat voor speciaals is er nu aan de paard? Oh, Blans, Blans, Blans aan zijn paard. Jok, nu jok, de paard. En in een kerk is ook nog altijd iets meer dan in een gewoon theater. Al het wel en het wee van het mensdom is daar al eeuwen binnen en buiten gekomen. Daar hangt iets tussen de kerkenmuren met de geschiedenis, onze voorvaderen die aanwezig zijn. Ja, het heeft, het bekoort mij. Het, ja. Je moet de mensen eigenlijk geven wat ze verlangen, maar je moet verder gaan. Je moet altijd verder, je moet ze verrassen. Hé, wat zingt hij nu? Ja, ja, dat komt in orde. Ik heb mijn liefdag zo herkregen. Dansen tot ons avonds laat. Had ik de vreemde. Ik had een lust als een kasteelke. Maar vast op het een chic behang. De moeder zei, het is een juwelke. Ach, pijs ik, het is
is mega van milieu elektrisch installeren. Zoek je een diepvries of een frigo? Het feit dat ik niet moet scheren, krijg je mijn schermmachine. Dan laat ik maar lopen langs de straten. Dansen tot s'avonds laat. En hoe gaat het verder met u eigenlijk? Want u draait toch al vele jaren mee, hè, bij ons in België hier. Het is 50 jaar dat ik bezig ben. Toch al, ja. Ik heb het Humorfestival in 68 in Heist gewonnen. En dat is het begin geweest van... Maar ik was toen al een paar jaar bezig. Mag ik, laat ons zeggen dat ik 50 jaar bezig ben. En, dat stopt niet. Na al die jaren heb je je eigen publiek gekweekt. Dat is, ieder zanger heeft dat, ieder artiest heeft zo zijn eigen aanhang. Het is omdat mensen zich herkennen waarschijnlijk in hetgeen dat je daar staat te doen, te zijn, te spelen, te fantaseren. Zottigheid en ernst en droefheid en melancholie. Al de registers moeten bespeeld worden. Voor degene die het nog niet weten, hoe jong bent u precies? Ik heb een nieuw liedje gemaakt. In het jaar 2040, wel, dan word ik 100 jaar. Je kunt het al zien aan mijn kletskop zonder haar, tralalieren, tralaloeren. Dus in 2040 word ik 100 jaar. Dus ik ben 77, straks in februari 78. Ja, dat is al een respectabele oude kneuter. Je ziet er nog stralend uit, echt. Hè? Allee, dank u, ja. Hoe gaat het verder met de kunst? Doet u nog veel aan beeldhouw werken? Ja. Ik ben beeldhouwer. Totdat ik erbij val natuurlijk. Maar dat is ook tekenen, dat is ook schilderen. Dat ik ben nu wel veel met houtsnedes bezig met, en drukken. Dus printen, ik maak printen. U bent een bezige bij? Ja, dat zou wel... Het kan niet anders, hè. Je moet werken, je moet voortdoen. Ja. Als je moeder, als je zeer, kijk, daar is de ooievaar. Roep de vroedvrouw en de dokter, als je moeder, uw kind is daar. En waar zit dat kind zijn vader? Op een andere planeet. Alsjeblieft, na 9 maanden is die wiege nog niet gered. Als je zeer, wat is dat voor een zotte klok? Van de nacht tot de avond, als je zeer, rap. Pastoor Alexander van Dalen, het moet toch wat doen met de pastoor om zoveel volk terug in de kerk te hebben vandaag hier? Absoluut, het is altijd plezant om met veel mensen samen te zijn in de kerk en dan ook nog iets doen voor de kerk. Dat is het allerbelangrijkste, denk ik. Wat bedoelt u daarmee juist? Ja, ik denk dat we als kerkgemeenschap vaak beroep doen op mensen, eigenlijk op de belastingbetaler. Maar ik denk dat het goed is dat we nu zelf iets organiseren, onze kerk gebruiken, iemand uitnodigen en op die manier een heel belangrijk project financieren, namelijk het terugbrengen van de engel. Die is 20 jaar geleden gestolen op klaarlichte dag. Daar is geen spoor meer van en eigenlijk willen we dat terugbrengen. Dat is van de jaren 1600, van de Tweede Abdijkerk. We willen dat terug, maar dat kost heel veel centen. En daarom moeten we, denk ik, in de plaats van bij de stad dat te vragen of dat allemaal bij elkaar te sparen vanuit allerlei dingen die we doen, laten we een keer iets groot organiseren. En dat is gelukt. U zegt daar veel centjes. De mensen willen waarschijnlijk wel weten wat kost dat nu zo precies, dat laten hermaken. Ja, dat kost ruim €25.000. En dat hebben we dus niet op één avond. Maar goed, er is toch een flink stuk bijgekomen vandaag. En geleidelijk aan komen we er wel. In ieder geval, nu al welkom. 29 juni moet het beeld er zijn. Ze zijn er al aanwezig, dus we moeten in schijven betalen. Er komt in juni wel nog iets, of in mei. Ja. Maar dan eind juni moet het er zijn en moet het onthuld worden. Een groot feest in de kerk dan? Absoluut, met nog meer volk. U hebt daar net ook van het concert genoten van Willem Vermander. Wat vond u ervan? Ik vond het prachtig. Ik ken Willem al heel lang. Ik ben ook van de Nieuwpoort. Dus ik heb Willem daar geweten als godsdienstleerkracht. Dan later als beeldhouwer en dan met zijn zangcarrière. Dus u volgt hem regelmatig? Ik heb een paar keer verschillende optredens van hem meegemaakt. En ik vind het altijd om van te genieten, om van te dromen.
Het is eigenlijk een uniek man, hè? En het is ook zeer inhoudelijk zeer sterk. Hè? Hij weet wat te vertellen. Het is niet zomaar, het is niet oppervlakkig. Het raakt de mens tot in zijn binnenste. Het is genieten. Het is genieten. Het is heel veel genieten, ja. Ninos Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninofmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.